allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Meijers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en heel veel kijkplezier. Ja, ik ben nog altijd een beetje verkouden. En abonneer even op het YouTube kanaal. Dan mis je nooit een video als die online is. We hebben heerlijk geslapen. Er is vandaag iets bijzonders aan de hand. Ik zal het zo even laten zien. Want ik sta hier bij de oven. En wat heb ik? Broodjes in de oven. Dus die moeten een kleine 7 minuten. We hebben heerlijk koffie gedronken. We hebben het meegenomen. En dan ben ik hier. Dus, wat is hier aan de hand? Tadaa! Daan is vandaag jarig. Dus, overal hebben we een beetje versierd. Hij heeft al cadeautjes heeft hij gekregen. Kreeg. Dit heeft hij gekregen. Dat is een... Dit is, als jullie denken, dit is een aardappel, is het niet, maar het lijkt er wel op. Ja, ja. Het heeft wel een smaak. Welke smaak heb ik? Ik weet het niet. Dat kunnen de kijkers ook niet. Ananas is ook lekker, ja. Kijk maar. Lekker. Ja. En ik heb er twee van. Ja, hij had verschillende smaakjes en zo, dus dat komt wel goed. Daar is de kat. Ik heb nog... En we hebben een feestelijk dag vandaag. Oh, die moet je niet openmaken, jong. Want dan is die dadelijk die geur weg. Oh ja. Hey, en Daan hebben vanmorgen... Ja, ik heb het niet meegekregen. Ik heb jou, papa, als je oh ja, deze met een blik open dan moet doen. Hij heeft een spaarpot heeft hij gekregen. En een mooie Pokémon pyjama. Dus... Ja, dus in ieder geval... Dat is dat. Kijk, en hier. We hebben een tiener in de house. Yeah, yeah. Kijk, en dat is dan die. Die wekker. Oh. Mooi, hè? Dus, ja goed. Dus in ieder geval. Het televisie opstaan. Even kijken naar de broodjes. En dan gaan we daar eigenlijk een beetje ontbijten. Huh? Ik had wel een zak van 10. Maar goed, dus dat daar aan toe. Dus in ieder geval, we zijn weer heerlijk, nou fris en fruitig nog niet, maar dat komt vanzelf wel de loop in de dag. Nou, strakjes. En ja goed, we gaan er een mooie dag van maken. Daan is vanmiddag sowieso op zijn eigen verjaardag naar een kinderfeestje van een, zijn vriendje, die is vorige week jarig geweest. Ja goed, en morgen zien we wel weer verder. Dus in ieder geval, dat is dat. Ik moet nog 4,5 minuten wachten met de broodjes. En dan, ja, ik heb even een raampje open. Ik kan even een beetje luchten. Want dat gaat toch straks wel weer dicht. En anders is wel weer frisselijk. Dus in ieder geval, dat is dat voor nu. En dan gaan we dat dadelijk doen. En dan gaan we even verder. De broodjes zijn al klaar. Ik had de knijper gepakt, maar ik doe het toch even met de handjes. Want als ik die met die knijpers pak, dan glijdt het naar achter. En... Oh. Nou, ik ga heel even smeren. Even de broodjes smeren en dan kunnen we smikkelen en smullen. Ik heb de broodjes heb ik gesneden. Ik heb mijne heb ik meegenomen, dus ik ga heerlijk lekker lunchen. Want ik kan zo smeren, kan wel, maar ja goed, ze willen het zelf doen. Dus, ik ga lekker hier zitten. En dan gaan we heerlijk genieten van ons ontbijt. Wij hebben heerlijk geontbeten. En ja goed. De vaat, dat ruimen we dadelijk wel in. En de, ja, die kan wel dicht, want het is afgekoopt. Dus ik ga naar boven. Linda ook. Dan gaan we ons verzorgen aankleden. En dan, ja. Dan hebben we dat in ieder geval op elkaar. Dus in ieder geval, dat laten we even lekker hangen. En dat soort dingen allemaal. Dus in ieder geval... We gaan even aan de slag. Ik heb me verzorgd en aangekleed, Linda ook. En kijk eens, tadaa. De was staat klaar, maar dat moet heel even wachten. Want Linda en Daan die zijn even in de zolder. Wat gaan we doen, ondanks dat die dan jarig is. Kijk, nou kan je het een beetje beter zien. Kijk, tadaa. Hij is 10 geworden. Dus feliciteer hem even in de reacties. Zou je hartstikke leuk vinden. Dus ja goed, dus in ieder geval... Dat is dat.
hebben we dat in ieder geval al klaar. En dan, ja goed, Linda heeft hier beneden nog even geveegd alles. Dus dat is helemaal picobello in orde. Want het is ook namelijk zo, het is kerstperiode. En wat willen we doen? We willen de kerstboom opzetten. Dus dat gaan we dadelijk ook even doen. Want ik ga even dadelijk de spullen even van zolder halen. En dan gaan we het hier beneden neerzetten. En dan, ja, gaan we heerlijk kerstboom gezellig opzetten. En dan neem ik jullie af en toe in mee. Dus in ieder geval, dat gaan we doen. En dan ga ik even de zolder even hun helpen. De spullen zijn van zolder. En hier. En we zijn het onderste gedeelte zijn we al in elkaar aan het zetten. Dus, we gaan er weer. Voor. Kerstboom staat bijna. Leuk hè, twee dingen in één. Daan, je moet er nog wat takjes af. En we beginnen uiteraard met de lampjes. Ja, Walter. Opdracht voor jou, Jan. Ja, ik ook. Dan ga ik de lampjes erin zetten. Of hangen. Nou, tussentijds zijn we nog flink bezig. Kijk, dan is de piek erop proberen op te zetten. Die spulletjes willen we ook goed allemaal voor de vensterbank neerzetten. En dan ja, zijn we eigenlijk en dan nog klaar. Ja, dat zei ik dus al. Dus ja, goed, in ieder geval zijn we er echt flink bezig. Terwijl ik even hier rustig zit, is Linda even de tekst van Merry Christmas aan puzzelen. Want het ligt een beetje door elkaar. Ja goed, dat heb je toch altijd ieder jaar, hè? Bepaalde spullen. En kijk, zo is de Doei. Vensterbank. Leuke spulletjes staan er voor het raam. Dus ja, en bijzonder de kerstman. Kijk, tadaa. Nou, we gaan nog even verder kloemelen. Terwijl ik de spullen net heb allemaal opgeruimd, moet er in die nog gedaan worden en dat. En ik ga ze nog even afvangen. Het is helemaal klaar. Dus in ieder geval, voor de kerstmis zijn we helemaal klaar. Dus, nog niet? Die moet je nog ja, niet bijna. Dus, ja, dus in ieder geval. En ik heb hier een vakantievlog op staan. Dus we hebben toch nog een beetje de warmte in huis. Het gevoel. Hè? Wij hebben de jassen aan, kijk, en de kerstboom laten we lekker aan, dus laat me lekker branden. Is goed dadelijk voor als het donker wordt en we zijn dan nog niet thuis, hebben we toch een beetje licht. Dus in ieder geval, we hebben de jas aan, we gaan richting auto. Wij zitten in de auto en we gaan even naar mijn familie toe, want ja goed, Daan willen ze ook nog even zien. Dus dan gaan we vandaag op bezoek, want normaal is dat dit de volgende dag. Maar nu gaan we dan vandaag even op bezoek, dus dat vinden ze ook hartstikke leuk. Dus in ieder geval... Toi, 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 en tot zo. Wie weet. Wij staan voor de deur van de familie. Dus in ieder geval, dan gaan we naar binnen. Even gezellig, even kletsen. En dat soort dingen allemaal. Dus in ieder geval, we lopen naar binnen. Een auto en kijk, Daan heeft een lampje gekregen. Dat is gelijk mooi. Zie je? Dus mocht je er niet tegen gaan. Tegen kunnen, dan doe je even een beetje wegkijken. Dus dat is gewoon een lampje. Dus in ieder geval, we zijn op bezoek geweest. Het was heel gezellig. En dan staan we even voor bij mijn moeder of bij mijn ouders voor de deur. Dus, dus in ieder geval, Daan heeft een kaartje gekregen. Dus in ieder geval, mijn familie zijn we ook geweest. Doei! Wij zijn even thuis gestopt. Ja, Linda is heel even naar binnen. Die is wat, want we hadden wat spulletjes gekregen van mijn ouders. En dat is dan mijn familie dan. Laten we het daar maar ophouden. Dus ja, dan zal ik het de volgende keer ook wel zeggen. Hè? Dus in ieder geval, ja, Daan heeft dat lampje gekregen. En ja goed, mocht hij meenemen. Dus ze zijn op aan het ruimen. De kelder is laatst helemaal onder water had het gelegen daar. Of onder water. Een kleine... Oh. Zoveel water was in de kelder geweest omdat er een leiding was gesprongen. Ja goed, het kan allemaal gebeuren. Dus, maar goed, dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Nou had ze de kelder, heb ik even leeg geruimd. Wat weg kan, kom weg. Want was dan bepaalde dozen waren ingezakt. Dus dan zijn we daar even geweest. Hebben ook wat gedronken. En ze had nog pepernoten, had ze nog over. En dan... Ja, en ja goed.
zijn we daar eventjes op bezoek geweest. Dus Daan heeft ook wat gekregen voor zijn verjaardag. Huh? En een zakcentje had hij gekregen, dus, of verjaardagsgeld had hij gekregen, kan hij wel wat kopen. Dus, maar goed, dus in ieder geval, ik wacht even tot Linda komt. En dan, ja goed, dan gaan we weer vandoor, want hij gaat dadelijk naar een... kinderfeestje. Yes, van een vriendje wat vaak bij ons over de vloer komt. Die woont daar net om de hoek eigenlijk. Die was vorige week jarig, dus dan had hij vorige week de verjaardag. En nou heeft Daan de verjaardag, maar ja, ondanks zijn verjaardag wil hij er toch naartoe, hè? Ja, dat vindt hij dan wel hartstikke leuk. Dus Linda is even naar binnen. En dan, ja, en het regent weer de... Ja, dat. En ja goed, dan gaan we even wachten tot Linda komt. En dan gaan we Daan wegbrengen. En straks weer ophalen. Wij zijn in het plaatsje Nut. En we zijn hier... Heb je een cadeautje? Ik ga even met Daan. Daan gaat zijn cadeautje pakken. En we zijn hier bij Unit 13. Dat is hier tegenover de Macro. Dat is een hele leuke lasergamehal. Oké? Daar heb je de Macro. Nou, Daan komt eraan. We gaan hier naar binnen. Dat is de ingang. En dan gaan we even kijken. Nou, ik heb Daan heb ik binnen afgezet. Ze waren al op hem aan te wachten. Dus ondanks de regen, het blijft de hele dag blijft regenen. Straks komen we hier terug om hem op te halen. Dus, naar de auto. Wij zitten in de auto en wat gaan wij doen? Even kerstkaart eromheen. Ja, we moeten toch hier in de buurt zijn. Ja. Dat is dan ook hier in de buurt. En dan gaan we een rondje postbode spelen. Ook al ben ik postbode. Maar ja, goed. Dit is privé postbode. Huh? Dus in ieder geval, we gaan die kant op. Linda gaat even kaartje ingooien, want we moeten toch hier voren zijn. Dus ja, dat is een oud collega van Linda. Die is gepensioneerd, dus ja goed. Moet ze even zoeken waar het is. Dus dat is hier een Nut. Ja, buiten Nut eigenlijk. Buiten het centrum van Nut. In de wijk, ja. Dus in ieder geval, Linda gaat het doen. Linda is er weer. We gaan op naar het volgende adres. En we zijn op het volgende adres. In Limburg zijn we nou. Ja, dan hebben we hier twee adressen. En Linda gooit nou even in. En dan gaan we even naar die andere. Ik ben op het volgende adres. En ik ga die even ingooien. Want het is een trappetje omhoog. Ik heb een kaartje ingegooid. Dus we gaan nou verder. Dus nou gaan we richting Brunsum. Ja. Wij zijn in Brunsum. Linda gaat daar even een kaartje nog ingooien en dan hebben we nog een paar in Brunsum, geloof ik. Even kijken. Dat is dan 1, 2, nog 3 moeten we er nog bezorgen. En dan hebben we Brunsum gehad en dan is het langzaam richting Heerlen. Dus ja goed, dat doen wij ook ieder jaar. Kaartje brengen naar Sinterklaas. Eigenlijk het eerste weekend van de kerstvoorbereiding. Laten we het daar maar op houden. Dan doen wij dit ook altijd even een rondje. Rondje Limburg noemen we dat. En dat is dan wel leuk om het te doen. Dus ja, goed. Hoi. Dus in ieder geval. Linda komt ook alweer. En dan gaan we weer naar het volgende adres. En we zijn op het volgende adres. Ja, het is daar even ingooien. Dus dan loopt Linda. Ja, en dan gaat die kaartje daarin gooien. Leuk hè? Ik weet niet hoe jullie het doen of jullie het opsturen. We hebben ook kaarten wat naar boven naar Holland moet. Zoals naar Leiden en Son en ja, die kant op, Rotterdam ook. En dat doen we dan per post. Maar zoals hier in de buurt, doen we inderdaad even wat rondbrengen. En dat is ook leuk. Nou, dat is Linda weer. Ja. Op dat volgende adres. Dan zijn we in Brunsum. Ik ga jullie even daar in de flat in gooien. Ja. Linda blijft nog zitten. Wisselen we af, hè? Ja. Wisselen van de bak. Ja. En dan zit ik weer dus op naar het volgende, de laatste in Brunsum. Dan ga ik ook weer even een kaartje gooien. Ja. Zo, dat kaartje zijn we ook alweer kwijt. Op naar het volgende adres. Wij zijn op de volgende bestemming zijn we aangekomen. Het is daar. In de flat. Linda heeft net ingegooid. Dus die komt ook alweer. Heeft ze de brief gepost.
En dat is in de rand van de stad. Goed, dan gaan we richting de hele baan. En dan gaan we die kant op. Baan, kijk, is een chique wijk. Dat is de neef van Linda, die woont hier in de buurt. Ja. Ja, dus in ieder geval, ik ga een kaartje ingooien. Ik heb de kaart ingegooid. Dus, dat is waar. Dus in ieder geval, nou gaan we richting huis toe, want dat is dan nog twee keer posten. En dan hebben we het weer gehad. De laatste adres. En dan hebben we het dadelijk erin liggen. Het is hier voor de deur. Zo, die zijn we ook alweer kwijt. Nog eentje. En dan zijn we helemaal klaar. Yes! Dat is de route naar huis toe. En dan zijn we op het laatste adres. Dus Linda gaat het even ingooien. Linda had het ingegooid, dus in ieder geval, nou gaan we richting huis. We zijn thuis aangekomen en ik sta in de keuken. Dat is altijd een teken dat ik ga kokkerellen. Kijk, en dit gaan we eten vandaag. Heerlijke krieltjes met grote rijstkoeken en wat sla. Dan krijgt daar wat te eten. Bij de unit 13, het schijnt daar heel erg mooi te zijn. Dus, en vooral dat lasergamen is ook hartstikke leuk daar. Heb ik gehoord, hè. Dus ik heb het zelf nooit ervaren. Wie weet in de toekomst. Ik kan er niet vooruit... Ja, jullie weten wat ik bedoel. Dus ik kan er niet op vooruit kijken. En ja goed, ik ga heerlijk lekker eten maken. Nou, heb ik alles. Rijpkoeken zitten erin. Ik heb een heerlijk drinkje aan. Nu gaan we heerlijk lekker. Nee, Linda, bord. Een bord? Dat vroeg ik. Ik kom. Dan ben ik de tekst wel kwijt. Wat is een voordeel? De vlog hoeft geen tekst te hebben. De rijfkoeken zijn ook wel lekker erin. Die gaan heerlijk lekker bakken en dat is dadelijk zo klaar. Ik moet alleen dadelijk nog die salade maken. Maar dat komt dan dadelijk. Ja, dus in ieder geval, ik ga nog even verder doen. Het eten is klaar. Dus we kunnen weer heel lekker eten. Even een beetje afgieten. Ja goed. Hoort erbij, hè. En dan kan ik die rijstkoek ook op bord doen. De salade heb ik net allemaal gedaan. Ja. Even omspoelen. Zo. Een heerlijke grote rijpenkoeken. Hat, 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 hat. Feeling, hat, hat, hat. Hat, hat. Zo. Kan hierin. Nou, in ieder geval, ik ga het op tafel zetten. Zo, dat laten we even aan. Laten we heerlijk afkoelen. Linda heeft nog drinken neergezet. En dan gaan we heerlijk lekker smikkelen en smullen. Ik wou zeggen, daarom kom je, maar ja, die is er nog niet. Kijk, en dit is onze kerstboom. Ja, dus in ieder geval. We gaan smikkelen en smullen van onze heerlijke maaltijd. Wij hebben heerlijk lekker gegeten. We gaan de boel opruimen en de aardig even schoonmaken. En dan kom ik dan wel even bij jullie terug. Ik vind het toch wel mooi, hè. Mooie kerstboom. En ook hele mooie versieringen, hè. Wij hebben alles hebben hier opgeruimd. Ik heb de aardige helemaal mooi schoongemaakt. En dat soort dingen allemaal. Ik heb daar een vlog op staan. Ik zou zeggen, zoek de verschillen. Geen verschil. Dus in ieder geval. Wij zijn van plan om de schoenen aan te doen. Ja, Linda is even de hand aan het wassen. Die heeft het tafelkleed afgehaald. En ja, de vaat staat aan. Wij gaan de schoenen aandoen. En dan ja, zien we jullie zo. We hebben de jas aan. We gaan op naar de auto. Dan zie ik jullie daar. Dan zeg ik zo waar we naartoe gaan. Wij zitten in de auto en we gaan Daan halen. Dus in ieder geval, we gaan nu richting Nut. Richting de Marco. Ik ben op de bestemming ben ik aangekomen. Dus ik ga naar binnen, want het regent wie het giet. Dus ik ga op naar binnen. Ja. Wij zitten weer in de auto. En Daan heeft het heel erg leuk gehad, hè jong? Ja, was super. Hier in de Unit 13 heet dat. Die wil ik ook naartoe, volgend jaar met mijn kinderfeest. Ja, dat kijk ik. Ja, we hebben nog wat anders in de planning. Maar goed, dat zien jullie dan wel weer. Dus in ieder geval, wij gaan richting huis.
Wij zijn weer thuis aangekomen en Daan heeft het heel erg leuk gehad, hè jong? Je hebt al lekker gegeten en gedronken, hè? Raad eens welke smaak ik erop heb. Het begint met de C en eindigt met O. L. Cola. Ja. Hoef je niet te raaien. Dat is in ieder geval, hij heeft het hartstikke leuk gehad, hè? Was leuk bij zijn vriendje. Ja, is cola. Water met cola. Ja. Dat is eigenlijk een trucje, maar goed. Die maar goed, dat is in ieder geval. De truc gaat vanaf je neus naar je hersenen. Ja. En dan denken die, oh, lekker smaakje. Ja, terwijl je dan gewoon water drinkt. Ja. Dus maar in ieder geval, ik ga bij deze de vlog ga ik afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zouden we hartstikke leuk en fijn vinden. Linda is intussen heerlijk aan het snoepen. Ja, goed, dat kan, hè. Dus in ieder geval, vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. Hallo. En blauwe duimpjes, vergeet niet te abonneren. Ik krijg jullie ook een bericht wanneer een vlog online staat. En ik zeg, fijne avond. Geniet van de avond. Ligt eraan wanneer de kijkers... En tot morgen, blauwe duimpjes. Doei. Ligt eraan wanneer de kijkers kijken, hè. Kan ook 's morgens, 's nachts. Je en weet het niet. Ja, dus in ieder geval... Ik ben 10 jaar is geworden, dus we gaan lekker vanavond met hem film kijken. Wat het is, dat zien we dan wel weer. Dus in ieder geval, toi 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 en tot morgen in een gloednieuwe vlog. Doei. Tot morgen.